Maar ik wil nog even wat zeggen over die rituelen. Ik ben erachter gekomen dat onze minister van Volksgezondheid, die niet weet wat gezondheid is en ook absoluut niet weet wat het immuunsysteem is of wat het doet, dat die in bepaalde kringen rondloopt die niet zo handig zijn qua energie. En ik heb echt uitgevonden dat die dingen doet met. Die te maken hebben met dood en zo. En het is een soort iets met. Ja, het heeft iets met dood te maken. Nou, ben ik heel erg voor het leven. En voor waarheid en voor vrijheid en voor gezondheid. Maar deze meneer, ja, die is onze minister van Volksgezondheid. Die heeft het geen moment. Geen moment heeft hij het over het versterken van het immuunsysteem. Ja, dat je dat gewoon op wat voor manier dan ook kunt doen. Oudjes worden geïsoleerd. Ja, ik ga hem nu alvast vertellen dat de rituelen die hij doet niet gezond zijn voor hem. En dat we hem ook gaan stoppen. We gaan hem redden daarvan. Ja, we gaan hem afhouden van die rituelen. En ik bied hem bij deze ook heling aan. Dat is mijn vak. En Hugo, we kunnen je helpen. Dus laat jezelf helen. Laat je gewoon eens helpen. Want je doet allemaal rare dingen. Ja, je kunt het gewoon echt niet verkopen wat je aan het doen bent. Je kunt gewoon niet verkopen om oudjes te isoleren. Ja? Isoleren is de beste manier om iemand dood te maken. Ja, en we hadden gewoon misschien een week of twee, drie hadden we de oudere mensen moeten isoleren met dat nieuwe virus. Ja, maar voor de rest was er helemaal niks aan de hand. Dat is eigenlijk de waarheid. Partje. Nou ja, het is nog erger eigenlijk, hè? Want die anderhalve meter en het isoleren, daar wil ik het echt even expliciet over hebben. En dan ook even in de camera kijkend en een oproep doen aan minister Hugo de Jonge. Het wordt de komende week wordt het 32 graden, heb ik gehoord. Of warmer geloof ik zelfs nog. En ik heb in de krant gelezen dat de bejaardenhuizen de ventilatiesystemen niet aan mogen zetten. Ik ga meneer de Jonge het volgende zeggen, dat op het moment dat hij er niet persoonlijk voor zorgt dat die ventilatiesystemen wel aan mogen en dat al die oudjes ook naar buiten mogen, dat wij ervoor gaan zorgen dat dat wel gebeurt. En de manier waarop, dat ga ik je niet verklappen, maar we gaan het wel gewoon regelen. Ja, want wat meneer de Jonge doet, heeft helemaal niks meer te maken. Ik weet dat jij een christen bent, Hans, en echt heel erg diep gelovig bent. Ik ben het ook, maar op een iets andere manier en dat mag allemaal. Maar ik ga één ding tegen meneer de Jonge zeggen. Als hij denkt dat het christelijk democratisch appel, dat hij daar leider van kan worden terwijl je dit laat gaan. Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet uitdrukken. Maar dan heeft er echt iemand anders toch wel huis genomen in je geest. En dat begint met een S. Dus dan maken we gewoon het Satan democratisch appel van. Dan gaan we het erover hebben. Hartstikke goed. Leuk. Een vraag van de heer of mevrouw J.H. van den Brink. Bent u het met mij eens, vraag voor Wouter, dat de maatregelen betreffende onze ouderen in de verzorgingstehuizen neerkomen op geplande genocide en dien overeenkomstig bestraft moeten worden? Nou, hebben we net al een beetje over gehad. Ja, ga maar los. Dat is een fantastische vraag. Het antwoord is driewerf ja. En daarom wederom kijk ik naar onze minister van Volksgezondheid. Die geen zak verstand heeft van volksgezondheid. En dat is niet omdat hij een andere studie heeft gedaan, maar omdat hij laat blijken hoe die in elkaar zit. Als hij namelijk aangesproken wordt door bijvoorbeeld Frank Rusink over vaccins, dan zegt hij dat iedereen gevaccineerd moet worden, dat het de enige oplossing is. Terwijl zijn broer in de vaccinindustrie zit. En op het moment dat hij een akkoord tekent voor 300 miljoen vaccins, dan hangt er een schilderij achter van zijn broer. En Auschwitz. Ik denk dat ik toch Auschwitz zag. Nee, maar dat is in ieder geval bekend. Ik weet het wel zeker. Beste mensen, ik ga één ding zeggen over deze minister. Deze minister is een satanist. Broers, want anders doe je dat niet. Dit gaat echt heel ver. En beste Hugo, ik ga je dan even tot jou richten. Kijk, als jij heling zoekt voor al jouw trauma's, ja, je bent van harte welkom om eens met Hans en mij te komen praten. Want ik zie een getraumatiseerde man. Ja, die verschrikkelijke dingen doet en macht grijpt en winst wil en nog meer en nog meer. En het is allemaal mooi, maar je hebt geen flauw idee wat je met jezelf en met andere mensen uithaalt kennelijk. Ja, dus ik doe echt een beroep op je. Bel ons gewoon en dan gaan we gewoon eens een goed gesprek over hebben over wat jij nou echt dwars zit. Want ik kan je voorspellen, en dat baseer ik op de telefoontjes die ik krijg. De rol die Hans en ik hebben is eigenlijk een soort doorgeefluik, hè, van het volk. Ik word zeker 3-4 keer per dag gebeld op dit moment. Voor mensen die christelijke waarden hebben, echt gelovige mensen. Maar die willen gewoon geweld gebruiken tegen deze minister. En ik maak me daar grote zorgen over. Ja. Dat kun je niet maken. Je kunt het gewoon niet maken. En ik zal je zeggen waarom niet. Ik zal je
echt vanuit de grond van mijn hart, wat vol met liefde zit voor iedereen, zeggen dat je dit echt niet kunt maken. Weet je waarom niet? Eén hele simpele reden. Die mensen hebben dit land opgebouwd. Je bent gewoon een nozem. Dat is wat je bent. Ik vind je gewoon eigenlijk een nozem met je schoentjes. Ja, het zal waarschijnlijk ook krokodillenleer zijn. Maar ik begin zo langzamerhand echt zat te worden. En ik voorspel je ook echt serieus waar. Dit gaat gewoon niet goed aflopen voor je. Ik krijg dagelijks mensen aan de telefoon. Ja, vanuit mijn positie. Die jou iets aan willen doen. Ja, en dat, ik wil dat niet. Ik wil gewoon dat je heling krijgt. Dat je heling krijgt voor de pijn die jij in je hart voelt. Ja? Hoor dat. Dankjewel. ...plaatsvinden zonder enig probleem. Ja, dus ik begin zo langzamerhand... is het mij wel helder wat wij moeten doen. We moeten nog harder gas geven op het sturen op waar wij voor staan. En dat geluid nog harder laten horen. Want het is duidelijk dat de heren en dames van het establishment... Maar ook de heren en dames van het not so obvious establishment, en daar kom ik later nog wel een keer op terug wat dat is. Ja, dat die niet van plan zijn om op te zouten. Maar het is wel hoog tijd. Ze heeft haar moeder daarmee gered. Ja, dus ja, het is gewoon geplande genocide. Ja, het mag niet. Ja, het moet overeenkomstig bestraft worden. En hoe wij straffen? Ja, wij straffen niet door te doden of door geweld te gebruiken. Wij willen dat helemaal niet. Wij willen gewoon praten met mensen en wij willen... bijvoorbeeld aan Hugo de Jonge en alle andere ministers die hier aan meewerken, willen wij gewoon de mogelijkheid geven om te rehabiliteren. Dat betekent dat je mag gaan nadenken over de vraag: wat wil jij bijdragen aan deze maatschappij? In plaats van wat maak ik voor mezelf beter en hoe maak ik alle andere mensen kapot in deze maatschappij? Denk daar eens goed over na. Want anders ga je dat tussen vier muren doen en dat gaat niet lang meer duren, kan ik je voorspellen. Want er zijn echt talloze krachten bezig die veel groter zijn dan ik en Hans. Ja, absoluut. Hier een... Welk gevaar lopen wij nu als verzetstrijders? Want die vraag krijg ik dus ook van veel mensen. Ik kijk daar heel simpel naar. Mensen, een leuven wat niet in vrijheid geleefd kan worden, is niet waard om geleefd te worden. Dus sta allemaal op van de bank, gooi de chips in de hoek en ga actie voeren. Want een leven wat niet vrij is, heeft geen zin om geleefd te worden voor mij. Dus ik neem alle fucking risico's, maar ondertussen beveilig ik mezelf heel goed. Zo zit ik in de wedstrijd. Maar zo moet je er ook in zitten. Het is echt een strijd. Dit gaat niet over voordat er iemand heeft gewonnen, inderdaad. Maar luister, als we niet meer vrij zijn, dan hebben we geen leven meer. Nee, en dat heeft niks te maken met je lichaam of wat ze met je lichaam kunnen doen. Kijk, de meeste mensen, de grootste angst die onbewust in ieders brein opgeslagen zit, en dat is weer mijn vak, ja, dat is doodsangst. Dat is namelijk de angst om te sterven. Ja, en als je daardoor heen gaat, letterlijk, als je jezelf daardoor heen laat gaan door kleine acties te doen, zoals een aangifte, zoals ik heb begonnen, of andere acties, haal eens zo'n 1,5 meter bord van een paal af, schroef ze eraf en breng ze weg. Al die kleine acties, of spuit eens wat graffiti op een plek waar het heel erg handig is, zoals ik van de week op een auto gedaan heb op de juiste plek, was erg handig. Weet je, die dingen moet je gewoon doen om gewoon door dat soort angst heen te gaan. En nu moment dat je door dat soort angst heen gaat, gebeuren er mooie dingen, want dan ben je aan het groeien. Maar je moet het wel doen. Ja, het gaat om doen. Heel veel mensen zitten nog koffie te drinken en gezellig te lullen over wat er allemaal gebeurt. Ik kan jullie één ding vertellen, dat is heel erg nuttig. Maar de uitkomst moet wel zijn, wat gaan we dan nu doen? Juist. Nou, daar kan ik ook wel op inhaken. Voor mij ben je iemand die met drang had gegooid, of niet? Of als dat ben ik misschien weer. Oké, maar niet uit in ieder geval. Ik ga trouwens zaterdag eventjes... We gaan demonstreren, toch? Ik ga demonstreren zaterdag. Er wordt iets groots georganiseerd, geloof ik. Ja, maar dat is een andere vraag. Even terugkomen op Nazara, want dit vind ik zo interessant. Want Nazara, ik kreeg vanmiddag een bericht en die zeiden ja, over 2 weken, 21 juni of volgende week, dan gaat dit al beginnen. Dan is het al een feit. Ja. Ja, dat is niet meer bij jou bereikt. De systemen staan er. Kijk, op het moment dat wij nu allemaal op het Binnenhof zouden lopen en met Rutte aan een paal gebonden hadden. Ja, dan had nu Nesara in kunnen gaan. Zo werkt het. Zij zitten nu nog aan de knop. Juist. Dus als het niet gebeurt, als wij dus niet gaan opstaan, dan gaat deze oorlog zeker hun kant op. Dan gebeurt er geen zak. Ja, dan gebeurt er geen zak. Ja, het hele punt is dat wat de boeren doen, moeten we met z'n allen doen. Ja.
Zo simpel is het. Ja, die vlag hangt omgekeerd aan de stok. Iedereen is aan het lopen en aan het bewegen. De trekkers rijden overal naartoe. Wij moeten dat structureel allemaal gaan doen. En als we dat structureel allemaal doen, en we gaan staken en we ontwrichten de boel en we spuiten de hele boel onder met graffiti. Zelfde Marco trouwens. Op een gegeven moment werd ik gebeld door mijn ex van de moeder van mijn kinderen. Ja, wat is dit? Ik moet vernemen dat je op internet staat met een pedofiel. Ik zei, wat heb je het over? De pedofiel? Wat heb je het nou over? Nee, dus ik stond op de foto met een van de gozer die er ook eens in geluist. Die er ook eens in geluist destijds. Die dit soort dingen in de schoenen. Hebben ze mij ook in de schoenen willen schuiven? Want in het begin, dat ik net de hand begon, kreeg ik in één keer sexy sms'jes van vrouwen. Die begonnen allemaal hele rare gesprekken met mij te voeren. Wat al vrij snel sexy vragen over kinderen begonnen. Wat is dit voor shit? Wat is dit voor shit? Goed, en dat zou Tinus ook zogenaamd meegemaakt hebben. Van, oh ja, dus oftewel, dat wordt dan allemaal bevestigd alsof hè, daarmee wordt en vertrouwen gewonnen. Van, hè, we hebben een soort link, we zijn aan het strijden, we maken dezelfde dingen mee. Zal wel. Nou ja, inderdaad. Let op, hij nam je apart voor een burgerarrest. Inderdaad, ja precies, hij heeft mij apart genomen zogenaamd om een burgerarrest te organiseren. En als ik daarna, volgende week of zo had ik dat, weet ik wel, de week daarna had ik daar aan mee moeten doen. En dat zou dan 's ochtends ergens zijn, weet ik van wat. En op die locatie zouden we dan allemaal opgepakt worden natuurlijk. Want zo gaat het namelijk, want je wordt verraden door die fucking nazi's. Goed, vervolgens word ik nog wel vaker voor mijn karretje gespannen. Word ik op een gegeven moment, ik heb het al eerder verteld. En ik heb het ook de recherche moeten vertellen mensen. Want de recherche kwam ik aan mijn deur vorige maand. Zal ik je nu bij deze vertellen, aangezien ik toch 111 kijkers heb. Kan ik het ook maar gelijk vertellen jongens. De recherche komt aan mijn deur vorige maand. Aan het niks. Dus ik denk, dat is de eerste keer trouwens. Dus dat is de eerste keer dat ik überhaupt politie of de overheid aan mijn deur heb gekregen. Rondom dingen die dus online gebeurden of binnen het verzet gebeurden. Ik was eigenlijk, ondanks dat ik 100.000 filmpjes zie van een Michel Vitality en weet ik van al die charlatans, die dus inderdaad een keer te maken krijgen met de politie, of dat ze worden opgepakt en alles, en weet ik veel wat. Vooral dat ze politie aan de deur krijgen thuis, weet je wel, omdat ze hem geen mondkapje hebben gedragen. Het is allemaal zo fucking fake. Maar goed, of dat ze bijvoorbeeld een actie hebben gedaan of een filmpje hebben geüpload. En dan worden ze in één keer gebeld door de politie. Dat bijvoorbeeld Flavio wordt gebeld door de politie uit Edam, dus hier vlakbij. Wat voor filmpjes hij allemaal wel niet maakt op YouTube. Ja, dan had ik al 100.000 keer politie moeten hebben. En dat heb ik ook gehad in de vorm van helikopters en geheime agenten. Of ex-prostituees, of weet ik van wie er allemaal op me af worden gestuurd. Van wel. Even kijken hoor. Dus op een gegeven moment, ik heb in één keer recherche aan mijn deur. Twee gasten. En die beginnen mij vragen te stellen over Woutertje Raadgever. Want ik had natuurlijk gezegd. Jullie weten allemaal dat ik natuurlijk dat ik een keer benaderd ben om zogenaamd een aanslag te gaan plegen op Hugo de Jonge. Althans, ik moest in de straat. Ik was van geen kwaad wist. Er komt een onbekende gozer aan mijn deur die ik niet ken. Die belt mij op. En daarna ben ik al vaker gecontact met vreemde mensen, ongeveer 15 keer per week. Dus nu nog. Destijds was het gewoon 15 keer, 100 keer per dag dat ik door vreemde mensen werd aangesproken. Prima, het zal wel. Dus die zegt zo, hey man, ik kom naar je toe en dan heb ik je van mij een duim aan en weet ik van wat. Oké, nou dat gebeurde wel vaker. Zo had ik bijvoorbeeld de maand daarvoor Michael Fouthuizen. Natuurlijk, die mij ook nooit had gezien. Hey man, ik kom van mij toe, ik breng je wel even een duim aan. Dat is goed man, want ik heb geen vervoer en ik ken toch niemand daar. En ik kende toen ook niemand. Dus laten we daar maar heen gaan. Moet ik, oh kut, zijn we er nog? Oh ja. Moet ik er dus al eventjes achter komen dat al die mensen... Dus allemaal op de achtergrond in contact zijn met zo'n fucking Juriaan-achtig mannetje. Of gewoon direct een politiecontact zijn. Of een politiecontact gesproken. Waar de Nederlanders laat ik weer in de bar. Dus die recherche staat aan mijn deur. En die zegt dan van, oké. Maar ze hebben zo'n pak papierwerk. En ze hebben dus alles al opgeschreven. En ik zeg ze van, nou ja, weet je. Ik werd niet aangehouden. Ik ben ook niet meegenomen. Ik zeg, maar ik ga ook niks ondertekenen. Ik ga ook niks verklaren. Ja, maar jij zegt dit en dat. Ja, maar dan heb je dan toch al op papier staan. Dus wat moet ik daar nog verder verklaren dan? Ik heb ze niet verder kunnen helpen. Ik heb ze alleen maar verteld wat ik online heb verteld. Weet je? En dat mag ook best verteld worden. Want dat doe ik namelijk voor mijn eigen bescherming. Want in eerste instantie, je moet voorstellen, ik ken die gasten niet. Er komt in één keer iemand naar mij toe. Die vertelt mij dat die Hugo de Jonge gaat doodschieten. Ja? En vertelt een heel cool verhaal aan mij. Het zal wel. Na een kwartiertje gaat hij weer weg. Hij heeft niet gezegd dat ik hierbij betrokken ben. Of niet dat ik het wil of zo. Maar waarom vertelt hij mij dat? Sterker nog, als hij serieus is. En hij wil Hugo de Jonge doodschieten.
En ik ben de enige, en hij doet het, en ik ben de enige die dat weet, dan ben ik de dag daarna de volgende dode. Toch? Dus, het zal wel een raar verhaal. Komt hij de week daarna weer bij me, zegt hij van, ja, maar ik wil, thans, ja, weet je, ik doe het met nog iemand, met Woutertje fucking Waardgever. Ja? En toen dacht ik van, hè, kent hij die Wouter? Oké, want met die Wouter zat ik altijd in de show. Ik zeg, oké, nou, een raar verhaal. En, maar weet je, dan, dat zou ook een claim voor niks kunnen zijn. Ik weet niet of hij echt die manier toen bekend, dat kan hij ook gewoon zeggen. En ik was eerlijk gezegd een beetje terughoudend. En ik ga dat ook niet allemaal checken. Van, hey, ben je inderdaad een moordaanslag aan het beramen? Weet ik wel, ik wil er niks mee te maken hebben. Dus hij neemt me apart, zegt hij, nou, maar we zoeken eigenlijk iemand die dus in de straat bij Hugo gaat staan. Ja, praat wat rustiger. Nee, ik ben echt boos en gemotiveerd, laat ik het zo zeggen. Ja, maar we zoeken hier dus iemand die we in de straat, die moet kijken of hij thuis is. En als hij dan thuis is, dan moet jij mij bellen of een appje sturen. En een uurtje later is het gebeurd. Ja, ja. Dat is een kutplan, dacht ik. Dat is een kutplan. Maar toen dacht ik bij mezelf, ik word hier gescamd. Ik word gescamd. Dus ik denk, ik ga dit allemaal vastleggen. En ik ga hier mezelf ook mee indekken. Dus dat heb ik ook gedaan. Goed, maar dat maakt niet uit. Want het werd nog erger. Want ik wou natuurlijk niet toezeggen of mee te maken hebben. Dus ik heb ook de boot afgehaakt. Nou, ik vind het een beetje een raar verhaal. Wat denk je? Dus ik wou hem weg hebben natuurlijk, die gozer. Ik heb hem 2 keer gezien. En hij, voordat hij wegging, hij heeft geld bij zich. Hij legt €250 legt hij neer. Ik zeg, gast, weet je, de eerste is dat de prijs van mijn dood. Want als jij namelijk hem echt een moord gaat plegen, en hij doet het morgen echt, en ik heb zogenaamd, ik ben de enige die het weet, en ik heb slechts €250 gehad, dan ben ik overmorgen degene die dood is. Snap je? Dus dit is een kutplan, zoals ik al had voorzien natuurlijk. Dus, goed, dus hij zegt, nee, nee, hij wou 500 geven. En hij zegt, hier heb je €250 alvast. En dan krijg je €250 achteraf. Wie denk je dat ik ben hier? En dan gaan er een fucking link. Of zo. Die je eventjes een 5 mijl kan geven voor een moordaanslag. Dan ben je gek geworden. Maar goed, zal wel. Ik zeg, zo'n kerel, ik heb dat kutgeld niet. Hij laat het achter. Maar goed, ik heb het teruggestort. Gelukkig uiteindelijk, ik heb het gewoon teruggestort. Maar het mooie is, nou had hij nog steeds die claim, dan had ik met die Wouter Raadgever doe ik het. Ja, ja, met die Wouter Raadgever. Maar dat geloofde ik niet zo erg. Maar wat denk je wat er gebeurt? Dus, willen ze me in 1 keer op? Ja, nee, we hebben een wapen. En ik denk, oh my god, dat is de volgende punt van de scam. Ik had al voor mezelf voorgenomen, ik ga niet mijn huis uit. En ik ga niks ja op zeggen. Ik wil niks aannemen. En ik ga niet met ze nog een rondje lopen naar buiten. Maar ik wil wel weten of die Wouter het echt was. En hij was het ook echt, want hij belde me. Ja, het is echt, zegt hij. Die andere jongen komt jij nou ophalen. En dan gaan we even naar het wapen kijken, zegt hij. Dan gaan we naar het wapen kijken. Ja, ja. Toen dacht ik bij mezelf, dan moet ik zeker dat ding aanraken, weet ik veel. Word ik er al ingeluisterd? Het is hartstikke illegaal natuurlijk, shit. Bla, bla, bla. Oké, dus ik zei, dat is ook de dag. Dus dat ik ook zeg, jongens, dit was niet de dag. Dus hij wou me ophalen, of die jongen wou me ophalen. Ik zei, nou, ik ben niet thuis. Het moest wel even snel gebeuren, want het moest namelijk snel gebeuren. Oké, prima, gaan we weer een paar dagen overheen. En wat denk je? In 1 keer belt die waterraad, geeft mij op. Helemaal niet in paniek, echt wel klesserig. Hey, nee, man, hij zegt, het moet nu gebeuren, ouwe. Dus die jongen die komt je nu ophalen. En dan zit hij daaraf in de straat. En als je thuis bel je en dan gaan we het gelijk doen. Dus dat is weer een heleboel verandering van plannen. Waarin er behoorlijk wat met risico's wordt geschoven. Waar een plan waar ik nog steeds niet aan heb toegezegd er ooit aan mee te willen werken. Waar heb je het over? Dacht ik, waar heb je het over? En toen heb ik ze ook gezegd en heb ik een brief gestuurd. Dat ik ze door had. Dat ik alles, documentatie en alle correspondentie heb bewaard. En dat als het mij wat gebeurt. En ik niet binnen 24 uur bij mijn computer kan. Dat dan automatisch die shit online gaat. En dat is ook zo. Als ik word ontvoerd, vermoord en wat dan ook. Dan gaan jullie na 24 uur, zal het even 48 uur. Gaan jullie de openbaring zoals die is krijgen. Maar dat zal een video zijn die voorlopig nog niet wordt uitgezonden. Want dat is namelijk mijn life insurance. En weet je, het is nu ook bekend dat deze shit allemaal echt gebeurt rondom mij, mensen. En dit vertel ik nogmaals om mezelf te beschermen. Want als ik het namelijk voor mezelf had gehouden, hè, en hij doet het echt, dan ben ik degene die al enigste weet wie het heeft gedaan. Dan ben ik de volgende die doodgaat. Terwijl ik er niks mee te maken wil hebben.